Hallo en welkom bij het YouTube-kanaal Meneer Lonsijn tekent. En in dit filmpje staat de vraag centraal, waardoor zie je altijd scherp? Nou, scherp zien, dat gaat door middel van de lens in je oog. Nou, en op het moment dat de lens bol is, we hebben de lens kan bol zijn, dat is voor dichtbij. En je lens kan plat zijn. En dat is voor veraf. Dus dit is de lensvorm. Ja. Als we dan gaan kijken naar hoe wordt dat dan verder aangestuurd. Nou, op het moment dat een lens bol is, of een lens is plat, daar zitten hele grote verschillen in. Nou, en dat komt omdat, en we kijken nu naar een doorsnede, jouw lens zit vast met de nodige lensbandjes. Nou, en op het moment dat jouw lens plat is, dan worden die lensbandjes heel strak gezet en dat zorgt ervoor dat je lens groter wordt. Terwijl op het moment dat je lens bol is, dan worden die lensbandjes veel langer gehouden. Dan worden ze niet aangetrokken en dan kan je lens dus bol zijn. Denk maar eens aan een ronde ballon. Als je die aan beide uiteinden aantrekt, dan wordt die langzaam weer platter. En laat je het weer rusten, dan wordt die weer rond. Nou, dat hele proces van aanpassen van de scherpte, dat noemen we accommoderen. En ik bekijk hem nu ook nog een keer vanaf de voorkant, de vorm van de lens. Nou, en dan zie je dat hier ook weer de nodige spieren bij betrokken zijn. Je hebt hier de lens, die zit met lensbandjes vast aan het straallichaam. En het straallichaam, wat ik nu beide keren rood heb getekend, dat is een spier. Nou, en op het moment dat die dichtbij is, dan gaat die spier, die spant helemaal samen. Nou, dat heeft als gevolg dat de afstand tussen tussen deze spier en je lens, wordt kleiner. Nou, en dan komen die bandjes die ertussen zitten, die komen een beetje los te staan. Nou, zo'n lens die staat op wat spanning, dus als hij de gelegenheid krijgt, wordt het mooi rond en wordt het echt een bolletje. Nou, dus het houdt dus hierin dat het straallichaam, waar we het nu over hebben, dat is die spier. Dat straallichaam, dat spant aan. Daardoor wordt die dikker en wordt die kleiner. En dan wordt je lens bol met als gevolg dat je goed dichtbij kunt zien. Nou, wil je veraf goed kunnen zien, dan moet je straallichaam moet ontspannen. Want dan komen al die lensbandjes komen strak te staan, dan wordt de lens groter. Dat betekent dus dat als je iets dichtbij wilt bekijken, dat dat een inspanning kost van een spier. Terwijl als je iets veraf wilt kijken, dat je oog dan ontspannen is. Dit is ook het gevolg dat hoe ouder je wordt, hoe meer moeite je hebt met dichtbij bekijken, omdat dan je straallichaam die spier heeft steeds meer moeite met zich aanspannen, dus kun je minder goed dichtbij kijken. Terwijl veraf nog wel lukt, want dan kan de spier ontspannen. Nou, dit is de uitleg over waardoor zie je altijd scherp.